Goedemorgen, lieve vrienden. Het is bijna 9:30. Althans, ik zal even kijken. Het is 9:30. We wachten op Rebecca, maar ik moet naar buiten om Frodo zijn wc schoon te maken. En het ging er een helikopter over. Ik wil zeggen, een helikopter. Ja, een helikopter. Van de marine. En die ging er net nogal laag. Ik ben benieuwd of die weer komt, want ik hoor hem wel. Ja, ik zie hem alweer. Ik weet niet of waar die is nou. Ja, ik zie hem. Gaat hij daar achterlangs. En dan moet hij waarschijnlijk zo meteen alweer. Oh, nou wil mijn schermpje weer niet. Gaat nog een vlieghelikopter. Kijk. Tussen die punten door. Zo dan. Ik zie niks, want ik zit met de grond aan. Nou, die hebben jullie moeten zien. Ho, nog even terug. Ho, dat is... Zo. Nou, die hebben jullie moeten zien. Dat ik ga nou weer naar binnen, want het is koud. Ja. Bah. Dat hebben jullie dus mooi kunnen zien. En bij deze wens ik jullie natuurlijk ook hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En mijn bril is nou ook lekker donker. Ik was bezig de computer op te starten, maar ben ik nog niet aan toegekomen dan alleen het geluid. En laten we de stok even hier staan, gaan we daar weer naartoe. Even daar verder mee. Oh, er wil er ook nog één erin. Meneer, die kan dan. De zon. Hey kerel. En hier is er eentje aan het gek doen. Hé, hey, ook goedemorgen. Hij is vannacht zomaar eens een keer lief geweest. Ja, hij kan ook lief zijn. Ja, jij bent ook lief, hè. Ja, zeker. Jullie zijn alle drie vannacht lief geweest. Ja. En dan gaan we de computer even verder aandoen. En die aandoen. Hé, hey, meneer Kandalf. En mevrouw. Heet je mevrouw? Dan kom ik toch een donkere lucht aan. Nou, zullen we even doen, het warm. Ra. Ga weg. Kijk, jongens. Kijk, dat was nog één van de ene kant naar de andere kant. Ha! Wat leuk! Ze hebben de deuren open, ja. Ga nou eens even weg, niet steurt. Gek beest. Ja, ga nou eens even fietsen stelen. Hup, weg. En zo, doe je zo'n idioot dat doet. Ik weet niet of het gelukkig is. Nee. Kijk. Gaat hij helemaal daar weer achterlangs en dan komt hij aan de tuinkant weer terug. Ik weet niet wat er aan de hand is, want dit lijkt me niet op oefenen. Dit lijkt meer op zoeken. De lucht is zo mooi, hè, ook. Oké, en dan hoor ik hem. Ja, komt hij over mijn huisje. En dan moet hij, weet ik wel waar weer, aan deze kant tevoorschijn komen. Door. Daar is hij.
hebben we dat ook weer beleefd. Ja toch? Vond ik wel even leuk. En Frodo die is zo gek als een deur. Met zijn kop aan het schudden, ja, best lastig van oren. Want hij krijgt, als hij de hondenkap zijn kap omdoet, dan jankt hij en doe ik hem af, jankt hij. Hé, hey, ja nou, ja. Weet je, ja, ja. Hallo, je bent er net in. Is het lastig, knaap? Nou, dan was ik nog bezig met de computer. Ah, kijk nou. Mijn startscherm. Oh, leuk. Het is etenstijd op het drafland. Mooi, nou ja. Mooi eten. Ja, ik moet ook nog eten. Nou, toen kwam die helikopter erdoor. En dat kan ook gebeuren. Ja, toch? Wat ben je nou weer van plan, man? Doe eens in je kussen op de grond. Je maakt er een puinhoop van. Maar ja, oké, ik ga eerst even voordat ik de televisie aan doe, de televisie schoonmaken. En het kastje, en er zit kandel weer voor eraf, want ik wil erin. Nou, die kan nou erna fluiten. Dus kijk maar even. Dus ja, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik wacht op Rebecca en daar gaat hij mijn mooi mee naar binnen komen. Die komt om 10 uur, nou dan blijft ze lang maar buiten. Simpel zat, ja. Nou, vrienden, tot later. Ja, daar zijn we weer eventjes. Helikopter is weer weg. Dat gaat weer rust aan de lucht. Maar ja, Rebecca is er nog nooit. En het is al mijn horloge 10:58. En ze hadden mij gezegd 10 uur. Hij had net geappt en had ik gevraagd en toen belden ze mij terug. En toen zei ze, nou, wat een domme horloge. Zet ik het verteld 11 uur. Nou ja, dat had ik ook wat langer kunnen blijven leggen, weet je. Want ik heb zo slecht geslapen weer. Oh, nu wil er een eruit. Meneertje Gandalfie, hé? Joh, kom maar. Gandalf. Ja, en die is nog steeds wat gek doen. Kom maar, Gandalf. Doei. Die heeft een kolder in de kop, die heeft last in zijn oren. Ik snap er geen malle hannet van. Want ik heb eventjes zijn oren gedaan. En ik zou het vandaag weer doen. Maar ja, ik moet eerst maar even wat tot met rust laten, denk ik. Waar ben je nou? Wil ik naar buiten? Nou, verrader maar weer. Doei, doei. Ja, het is mooi weer. Mooi laten gaan, toch? Ja, hoor. Toen was het donker. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Voilà. Nou, en ze wil zo meteen thee. Dus ik moet even kijken. Ik ga haar niet die beker geven. Die is beschadigd. Nou ja, ik zal even een beker uit de vaatwasser pakken. En dan kan zij zo meteen een bakje thee krijgen. Of tenminste een beker. En ik nog een lekkere bakje koffie. Ja, dat gaan we doen. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Nou, dan, lieve vrienden. Ja, waarom die helikopter rondcirkelt, dat is volgens mij onder andere door iets anders. Geen oefeningen, nee. Want dan vliegt hij niet boven de wijk. Ik hoor net van mijn huishoudelijke lieve schat, Rebecca. Jullie kennen de naam wel, maar jullie mogen haar niet zien. Wel in de vrije tijd, hoor. Dan wel, mag ze wel. Maar nu mag het niet. De voeten mag al wel. Iedereen heeft voeten. Maar in ieder geval, hier vlakbij, hier heel vlakbij, een beetje te dichtbij, is de hele boel afgezet. Wat zei jij? Fletten? Een flat. Een flat, daarom. Bij de fietsenwinkel is dat daar. Dat gebouw van de fietsenwinkel kan ik hier vanuit met een stoel zien. Dat is allemaal ontruimd, want er is een verwarde manwasser die dreigde zichzelf wat aan te doen. Dus ja, dat is daar allemaal ontruimd. Dus ik blijf maar lekker op mijn stoeltje zitten waar ik zit. Ja,
Dat laten ze het maar opknappen eerst, voordat ik mijn deur uitkom. Althans, mijn tuin durf ik nog wel, maar voor de rest kom ik niet. Nee. En ik vermoed ja, dat daarom ook die helikopter boven vliegt, want anders weet ik het ook niet. Want oefeningen doen ze echt boven de zee. En dat gebeurt nou niet. Nee. Dus ik zeg, jullie zijn weer op de hoogte. Ik hou jullie op de hoogte. Dus tot later. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, Rebecca is alweer een geruime tijd naar huis. En Frodo wil erin. Dat is al niet zo. En dan zal ik jullie even weer op de hoogte brengen over het gebeuren hier vlakbij. Loze alarm. Ja, dat alle eenheden waren uitgerukt. Ambulances, politie, die helikopter, noem maar op, brandweer. Omdat ze ook over die gaskraan hadden gesproken. Maar er bleek helemaal niemand thuis te zijn. Ja, dus de dader, wie dat was, maar ze komen er denk ik wel achter. Want naar mijn idee, het kost een hoop geld. En dat zal die persoon wel niet hebben. Dus dan zal die wel moeten gaan zitten. Ja, mag die te gast zijn in de gevangenis. Heeft hij dan aan zichzelf te danken. Maar hij zal wel worden gevonden, ja. Dat zal mij niks verbazen hoor, dat hij wel gevonden wordt. Want hij moet ook ooit eens een keer, of zij, wie het ook geweest mag zijn, weer naar huis toe moeten. Als dat al zijn of haar woning was waar het om ging. En ik weet het niet. In ieder geval, het was loos alarm, er was helemaal niks aan de hand. Dus ja. Hoe kan iemand dat doen? Ik begrijp het. Alsof die mensen, die politie, ambulance, noem maar op, niks te doen hebben. Kan net zo goed ergens anders ook brand uitbreken. Je weet het niet. He, of een ongeluk. En alle eenheden waren allemaal hier. Nou, ik vind het vreselijk, bizar. Toch? Of legt het er met mij? Nou ja, zeg het maar. Dan weet ik het. Ja, dan ik zou wel eens willen weten hoe jullie daarover denken. Dus zet het hier even onder bij de reacties. Laat eens even wat van jullie horen. Dat is wel zo fijn. Oké, lieve vrienden, geniet nog verder van het mooie weer. Nou, we kan dan er weer uit. Maar ik zou zeggen, tot straks. En ik ga van een bakje koffie genieten. Doedidokies. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Hoe laat leven we? Ja, het is 6:30. De dieren hebben eten gehad. Ewin die zit nog lekker te smullen en te smikkelen. Ja, die zit hier ook. Ja, ik heb nog geen licht aan, want buiten is het nog licht. En dus. Nou, en er werd vanmiddag op het raam van de keuken geklopt. Dat de kijk om was de pakketbezorger. Ik zeg, loop maar om, maar ik had niks besteld. Nee, is het van de buren. Moet je zien, dan kan je wel een doos. Ze nou, loop maar door, ik zo, dan ga ik niet verjouwen. Nee. Dus is hij doorgelopen en heeft hij me binnengezet. En ik ben al bij de buren geweest, want die wonen schuin aan de overkant. Maar niet thuis. Omdat, het zal. Ik denk, ze moeten toch ook eens een keer eten, of niet dan? Dat ik was hem, tegen zussen was ik even bij hen aan de deur. Maar er werd niet open gedaan. Ik denk, nou, Laluna. Ik bedoel, de pakketbezorger heeft ook een briefje erin in de brievenbus gedaan, dus dat moeten ze ook sowieso vinden. Maar ja, ze kennen mij niet en ik kan hun niet, dus ja. Maar afwachten. En anders dan doe ik morgen zelf even een briefje door de brievenbus bij hun. Dat er hier een grote doos staat en dat ik die graag kwijt wil. En dan zeg ik van schuin naar de overkant, naar die rode poort lopen. En dan vind je me wel. Ja toch? Simpel. Ik heb een rode poort. Iedereen weet dat. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga aan mijn eigen eten beginnen. Ik heb, wat heb ik? Kippenvlees. Kipfilet. 1 stuk. Kipfilet. Dus dat ga ik lekker bakken. Ik weet nog niet eens wat voor groente ik erbij moet. Moet ik ook nog even in de kast.
En dan zie ik wel weer wat ik in elkaar flanders. Ja, met noedels erbij uiteraard. Ja, dan heb ik weer een paar dagen eten. Ja, dus het komt allemaal goed. Ik ga lekker aan de gang. Ik zeg, later, doei doei. Ja, lieve vrienden, en al met al ben ik nu wel later dan ik zou. Want dan moet ik nog aan mijn eigen eten beginnen. Maar die grote doos is weg. Ja, die heeft de beste man opgehaald. Het is nog een jong broekie. Had mijn zoon kunnen zijn, qua leeftijd. Het is echt een heel jong broekie. En die heb je hier eventjes zitten te kwekken en te doen. Dat gezellig even met elkaar. En hij heeft beloofd om me hier en daar een beetje te helpen met hetgeen wat hij wel kan. Dus we zullen het beleven, ja, dat merken we dan wel. En ik bedoel, internet helpt ook. Ik bedoel, als hij niet weet hoe het moet, dan kijkt hij op internet en dan vindt hij het wel. Simpel. Dat ik ga nou alsnog aan mijn eten beginnen. Ik heb de noedels, ik heb doppertjes, kip, is dat klaar? Dus ik ga aan de gang, dat ik zou zeggen, tot later, doei doei doei. En wat gaan wij zo meteen doen? Wat gaan wij zo meteen doen? Naar bedje toe, hè? Ja? Ja, naar bedje Veren Lakenstraat nummertje Kussensloop. Ja. Lekker slaapje doen, hè? Ja. En jij bent lief, hoor. Je bent zo lief, hè? Ja. Ja, lieve vrienden, we gaan weer een eind eraan breien. Zoals we dat dan zeggen. We gaan lekker naar bed. Het is de hoogste tijd. Klopt op batterijen. 1:50. Dus ja, hoogste tijd. Want ik weet ook niet of morgen die mannelijke begeleider van Cirolo komt. Maandag wordt hij ziek, heeft zich nog niet beter gemeld of wat dan ook. Dus ik verwacht hem ook niet. Dus we zien wel. En ik heb ook gehoord dat we morgen slecht weer krijgen. Nou, het regent nu alweer. Dus ja, veel hebben we er niet aan. Mijn licht begint te knipperen. Hebba. Maar ja, oké. Maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Plaat lekker. En morgen gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.